Hallo allemaal, ja, hier Marianne van het Regio Artiestencafé. Ik ga heel eventjes iets anders doen, wat Charles niet gewend is van mij. Wij hebben dit opgebouwd samen met, of in ieder geval, ik samen met nog twee andere personen. En dat is mijn bodyguard Jacques Trum. En natuurlijk onze Charles van Veen, die nou eventjes deze kant op komt, want die wil ik toch wel eventjes mailen. Ja. Nee, Saïd komt niet. Saïdje. Twee. Hallo. Zo, nou. Nou, dit is onze Saïd. En die zorgt dat onze filmpjes altijd goed gemaakt worden en geüpload worden. Nou, hè. Was dat nou zo moeilijk? Oké, ik zal het nooit meer doen. Dus we gaan nu met een serieuze werk beginnen. En dan gaan we dus met... Goedenavond allemaal en welkom bij het Regio Artiestencafé. Ik heb vanavond een gast bij mij in de studio. Hij komt uit Utrecht. Net als menige zanger werd hij al heel vroeg een microfoon in zijn handen geduwd om op feestjes te gaan zingen. En ja, zijn vrienden hebben hem aangemoedigd om verder te gaan. En natuurlijk heb ik het dan over Nigel Fischer. Goedenavond. Goedenavond. Nou, vertel, wie is Nigel Fischer en wat doe je in het dagelijks leven? Nou, in het dagelijks leven ben ik bouwvak en heb ik met mijn broer en mijn vader en mijn moeder ook natuurlijk hebben een bouwbedrijf. Dus staan we gewoon op de stijgen en in de badkamers te slopen en te doen. Dus we doen echt van alles in en om het huis, zeggen wij altijd. Dus het is echt in het huiselijke bouwen, zeg maar. Renovatie, ja. Ja, ik wou wel zeggen, als je nu in de bouw gaat staan, dan denk ik dat je vernikkelt van de kou. Ja, ik heb vandaag ook buiten gestaan. Het mutsje had ik wel op, hoor. Hoe oud was je toen je begon met zingen? Ik denk een jaar of 20 of zo. Ik zing nu zo 8 jaar, denk ik. Dus 20 jaar, zoiets. Dat ik echt de werk van ging maken, zeg maar. Maar in de auto al van kleins af aan, hoor. Achterin? Ja, en in huis op mijn kamertje. Ook lekker meelallen. En je pa was er dan meestal ook wel bij? Ja, toen zat ik veel met Michael Bublé mee te zingen. Het Frank Sinatra nummers en van alles. En dan zaten ze wel vaak onderaan de trap te luisteren. Dus dat wist ik dan niet, gelukkig maar, want anders hield ik gauw op, hoor. Ik heb ook gezien op jouw clips, je houdt van warme landen. Maar je hebt ook in een warm land in Gran Canaria een gesprek met iemand gehad. Ja, ja. En wie was dat? Vertel eens daar meer over. Ja, daar was het eigenlijk begonnen. Want mijn vader die was zo brutaal om Marianne aan te spreken. Die had een strandtent gekocht daar waar wij altijd al kwamen. Mm-hmm. Maar ja, die heeft al 100 eigenaren gehad. Dus we stonden er niet raar van op te kijken dat er weer een andere had. Maar dat Marianne het was, dat hadden we niet verwacht natuurlijk. En we kenden er wel van vroeger, van feestjes en kennis van ons, die hadden vroeger een radiozender en dat kwam ze ook eigenlijk wel altijd over de vloer, dus we konden er wel al. En mijn vader die was zo brutaal en die zei van ja, Nigel, ik kan ook wel aardig zingen, maar die weet niet hoe die moet beginnen en bij wie die moet zijn. Mm-hmm. En toen kwam ik erbij, want ik kwam van het strand af, zeg maar. En, toen zei ze van, ik hoor dat je kan zingen. Ik zeg, heb je weer wat, die ouwe? Ik denk, de mok kan we niet hebben, hoor. En toen zei ze, ja, als het je leuk lijkt, kan ik het vragen aan mijn zoon Jeff. Of die een liedje voor je wil schrijven. Toen zat ik zo na te denken. En bij ons thuis hadden we de garage omgebouwd tot kroegje. En daar zaten we natuurlijk altijd met de vrienden. En ik denk, ja... Het is al leuk om in het kroegje te draaien dan, hè? Eigen liedje. Dus ik denk, ja, wat kan mij het eigenlijk schelen? Als ik het niks vind, dan doe ik er niks mee. Dus ik denk, laten we het maar gewoon doen dan. Dus, ja. En dat had mijn vader denk ik ook niet verwacht. Dat ik die stap wel zou nemen. Ja. En het is zo gezegd, zo gedaan. Dan hebben ze mij in contact gebracht met de zoon. Want die zei wel van, ik ga 1 nummer voor je schrijven. En daarna moet je maar kijken hoe of wat. Ja. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen. Wat was je eerste nummer? Dat melodietje uit die Spaanse gitaar. Ja. Wel een hele lange titel. Ja, ja, absoluut. Ja, daar is Jeff wel gek op, hoor. En toen wij die hadden opgenomen. Wat zat ook mee? Ik zei wel, we willen een goede studio. Alles wel goed aanpakken. Wij zijn wel mensen, we doen het goed of we doen het niet. Nee.
En dus ja, toen kwamen ze met Laurens van Wessel. Ze zeggen dat is een goede studio, heb ik ook veel opgenomen, ook met Frans Bouwen. En ja, dus ik zeg dan prima, dan gaan we daar naartoe. En ja, dat klikte ook goed tussen mij en Laurens. En die plaat stond er ook zo op en toen liet hij, nadat ik had ingezongen, liet hij het even terug horen. Ik, nou, dat klinkt nog best aardig. Ik denk als ik daar dat op de radio zou horen, dan zou ik er ook naar luisteren. Dus ja, toen ik het plaatje kreeg, toen het af was, zeg maar, toen had ik het gelijk naar Jeff gestuurd. En die belde nog geen 5 minuten later, belde die op van ik denk dat we maar wat meer nummers gaan schrijven. Dus ja, daar was ik wel blij mee natuurlijk. Ja, die wist ongeveer welke genre dat jou wel lag, denk ik. Of ja, nou ja. Had je dat zelf een beetje aangegeven? Ja, gewoon, hij vroeg, wat wil je? Ik zeg, ja, gewoon een leuk nummertje. Ja, wat wil je? Ik heb geen idee wat ik wil. Ik kon net kijken, dus ja. Doe maar wat eigenlijk. En ik kreeg een demo, zat ik op school. En ik stiekem luisteren zo in de klas en... ik denk, nou, dat klinkt wel leuk. Dus ik eruit. Dus als je ergens een onvoldoende heeft gehaald, dan weten we nu waarom. Ja, maar gelukkig ben ik van al die ellende ben ik af. En waar ik dus de klas uit, ik mijn vader bellen. Ik zeg, heb je het gehoord? Ik zeg, dat is wel een leuk nummer, hè? Ah, ja, hij was ook helemaal enthousiast. En ja, toen, ja, daarna is het eigenlijk heel snel gegaan. Toen heb ik in datzelfde jaar geloof ik nog 3 nummers uitgebracht. Dus. Oh, wacht even, niet snel hè. Oh, sorry. Nee, maar ja, toen had je op een gegeven moment je single uitgebracht. Nou sta je niet meer voor een publiek van vrienden en kennissen, nee. Maar voor een totaal ander publiek. Ja. Hoe voelde dat toen voor jou? Want ja, het is toch weer een stapje verder, want vrienden, daar voel je je eigen wat gemakkelijker bij. Ja, ja, dat is wel zo hoor, maar... het is ook wel altijd moeilijk hoor, met vrienden of voor vrienden te zingen, want dan ben je eigenlijk gewoon helemaal niet serieus bezig. En, maar het eerste optreden wat ik ging doen, dat was gelijk voor 1500 man. En die kennis van ons, Olly en Sila heten ze, die kennen heel veel mensen ook in de muziek en zo. En die hadden mij daar toen tussen geholpen. En er stond Jannes. Ja, Django, allemaal grote artiesten. Dus ik had gelijk zoiets van, what the fuck is dit? Wat gaat er nou gebeuren? En gelijk voor een grote zaal. Oh, ik heb staan beven op dat podium, joh. Ik stond echt zo met die microfoon. En ja, dat was echt wel een verschrikking eigenlijk, hoor, achteraf. Maar ja, ik heb het wel gedaan. Het was niet goed, maar ik heb het wel gedaan. En toen ik het podium afkwam, toen ben ik gewoon de zaal in gegaan. Om, ja, ik denk, we maken er gewoon een leuke avond van. En we zien het wel. En toen ging ik naar de wc, was ik gewoon een uur onderweg. Gaan we mensen die op de foto wouden. En ik denk, wat gebeurt hier, man? Ik denk, het lijkt wel bananensplit. Ja, ik dacht, je wordt echt in de maling genomen. Ja, ik denk, dit is niet goed, ja. En een vrouw die op een gegeven moment, jochie, lekker gezongen, hoor. En die gooide zo de tiet eruit en die wou een handtekening op de tiet. Dus dat was gelijk het eerste optreden. Nou, ik was gelijk... als goede inleiding. Nou, ik denk, wat is dit, joh. Ik wist echt niet wat me overkwam. Ja, je kunt rare dingen mee. Ja, nou, vertel me niks. Normaal ja, toert jouw vader overal mee naartoe. Ik ken jouw vader meestal ook wel omdat hij erbij is. Altijd, ja. Maar hij doet ook voor rood, hit, blauw. Dat is een dingetje. Nou ja, hij, weet je, mijn vader die is wel altijd ook van, je moet elkaar een beetje helpen. En ja, ja, helaas is dat in de muziek eigenlijk helemaal niet. Want ze geven je liever een zetje de verkeerde kant op dan de goede kant op. Ze gunnen het je of ze gunnen het je niet? Ja, nou ja, eerder niet denk ik. Ik heb wel een hoop meegemaakt, vooral in het begin. En ja... Weet je, wij willen daar gewoon absoluut niet bij horen. En ook Fred Vergerven bijvoorbeeld, die was hier ook geweest. Dat is een goede vriend van ons. En kijk, mijn vader zegt ook, als we een feestje hebben, dan belt hij altijd Fred op. Want Fred die doet ook veel voor ons. Dus, Fred is ook zichzelf. Ja, ja. Zoals je hem tegenkomt of zoals hij ook hier zit. Ja, af en toe dan probeert hij serieus te zijn. We hebben hem dan meegemaakt in het interview.
Nou, na de hand was het interview klaar, de camera's liepen nog, wel die nog de grootste hol. Ja, dus je, die lult een dode wakker hoor, die. Het is gewoon een gezellige man. En hij zegt ook al, hij zegt het wordt je gegund of het wordt je niet gegund. Ja. Ja, het is nou eenmaal een harde wereld en het andere gebeuren wat er nu speelt maakt het alleen maar harder. Ja. En ja, ik vind iedereen heeft een kans nodig en natuurlijk jij al helemaal. Ja, je moet elkaar een beetje helpen en ja. Zo kom je er. En ja, wij zeggen altijd ook in de bouw, de ene hand was de andere. En zo is het toch? In 2021 heb jij een single uitgebracht, of singles uitgebracht, Pak nu mijn hand. Wie heeft die geschreven, Jeffrey? Nee, die is niet door Jeff geschreven, die is door Wesley Bronkers en Raymond de Bruin geschreven. Ja. Ja, dat was het. Dat is totaal iets nieuws, want je hebt dan toch een iets grotere naam. Ja. Die dan toch wel gelooft in jouw muziek. Jeff is ook wel echt een grote naam hoor, qua tekst schrijven. Ja. Die heeft echt wel heel wat mooie liedjes er al uitgegooid hoor. Ja, die heeft mij al een keer voor de gek gehouden. Het waren bij een cd-presentatie van Arne Sloot. En dan kon ik op de bank gaan zitten en dan was allemaal tegen mij aan het zingen. Ja, ik kende die tekst wel, maar als je dan omdraait en je kijkt in iemands ogen, tekst weg. Dus dan blijf je maar gewoon zitten en denk ik, ja, laat hem maar lekker doorzingen. Komt wel goed. Ik kom bij wel bij de volgende weer terug. Dus nee, maar ik weet, het is een hele leuke gast en ja, hij heeft ook hele goede nummers. Absoluut. Slager of Nederlands levenslied? Levenslied, ja. Waarom? Ja, dat is echt wel een dingetje voor mij. Want ik kan me eigenlijk daar veel beter in uiten. Feestmuziek vind ik ook wel leuk. Maar om in de studio in te zingen, dan heb ik minder moeite met een levenslied dan met een feestnummer, zeg maar. En waarom dat is, geen idee, maar ik vind het prima. Zou ze jou ook in een Oeteldonks carnavalsnummer kunnen stoppen? Ja, ik hou er wel van hoor, want als ik niet hoef te zingen, dan sta ik wel mee te zuipen daar in de kroeg hoor. Want ik heb ook een heel Oeteldonkse nu, dus... Oh ja? Ja, absoluut. Oeh, dan moeten we oppassen. Maar wat ik al zei, als we het doen, doen we het goed hè? Ja, dat is waar. Nee, maar ja, ik zeg ook het levenslied vind ik meestal, dan zing je een nummer met warmte. Met gevoel. Ja. En het is meestal wel op de lijf geschreven. Ja, absoluut. Ja, dus, ik heb een keer meegemaakt, dat was bij Café Populair in Den Bosch. Dat was op een feest van Frankie Velkom. En ja, dat was wel echt apart ook. Er stond een Belg en toen zei Frankie van, ze komen zelfs helemaal uit België voor mij. En dus ik denk, zo net die goed voor elkaar. En toen in één keer zei die man, die liep zo, die stond echt voor het podium. Zei die, nee, zo stond hij. En ik moest daarna, hij wou me aankondigen, zeg maar. Hij zegt, ik kom voor hem, hè? Ik denk, wat is dit, hè? En ja, ik denk, dat had ik echt niet verwacht. En toen zei Frank, oh, komt hij voor je? Oh, nou, dat is helemaal mooi dan. En op een gegeven moment, toen, hij was al kort daarvoor naar me toegekomen van, kan jij, dan hoeft het niet voor mij zingen. Dat is voor mij echt mijn eerste levensliedje was dat. Mm-hmm. En ja, ik zeg, tuurlijk. Ik zeg, ik kom helemaal uit België. Ik zeg, dus dat moet wel, toch? Maar ja, dus ik deed dat. En want ik was een beetje laat binnen, dus ik moest heel snel ook alweer zingen. Dus, en toen heb ik erop gezet op de iPad en zingen. En op een gegeven moment begon die man die stond gewoon te huilen aan het podium. En ik denk, wat is dit, joh? Wat denk ik nou, en toen naar de hand, toen ging ik naar hem toe, want ik denk, ja, maar nou wil ik toch wel weten hoe vaak. Omdat hij zo... Hij zegt, ja, ik kom echt speciaal voor jou hier, omdat ik dat nummer vind ik zo geweldig. En toen vertelde hij een heel verhaal over zijn familie en zo, en een hoop ellende. En toen dacht ik echt, wat is echt... Ik krijg er nou nog kippenvel van als ik eraan denk, want dat iemand zo zijn ei kwijt kan, zeg maar, in jouw muziek, dat is echt... onbeschrijfelijk, hè? Ja. Daar kan echt geen feestplaat tegenover. Nee. Ik kan me voorstellen dat dat echt heel lang blijft hangen. Het is net wat je zegt, je krijgt zelf al kippenvel als je erover praat. Ja, absoluut. Op 13 oktober is je single uitgekomen, Ik kan niet meer van je dromen. Ja.
Ook een mooi. Alleen min liefdesleven? Nee, ik ben nog steeds lekker vrijgezellig. Hou eens op. Ja, absoluut. Ik vind dat wel prima zo. Maar ja, dat is ook weer een. Ik vroeg aan Wesley en Raymond. Ik zei. Ja, er ging een hele tijd overheen dat we elkaar een keer spraken. En ik zei tegen hem van. Ik wil een, ja, een beetje zomers een plaatje hebben. En een mooi levenslied. Hij zegt, nou, gaan we kijken. Op een gegeven moment kregen we een mailtje. Hij zegt, kijk even via mail. Twee demootjes. Had hij al helemaal ingezongen, helemaal kant en klaar eigenlijk. En toen zei ik, ja, dus eerst pak ik nu mijn hand. Ik denk, ja, dat is leuk. Ik hoorde gelijk, dat is Julio Iglesias. Mm-hmm. En daar luister ik zelf ook graag naar. Dus ik pikte dat tegelijk uit. Ik denk, bam, die moet ik hebben. Die is voor mij. En toen, ik kan nu niet meer van je dromen. En daar had ik ook gelijk zoiets van, dit is hem. Ik vind dat, ja, dat zijn echt van die plaatjes die, als een bekend artiest die zingt, dan als hij hem zelf had uitgebracht, dan had hij denk ik wel een goede hit ermee. Nou, ik was met jouw interview bezig en ik had oortjes in op mijn laptop en ik zat te luisteren tijdens de vragen te bedenken en te doen. En toen dacht ik eigenlijk ook van, ja, het is dat het Wesley Bronkhorst het ermee inzet. Maar ik hoor ook een soort vleugje Hazes. Ja, maar dat Wesley denk ik altijd wel een beetje in zijn muziek. Want hij schrijft echt heel veel zelf. Mm-hmm. En ik vind toch altijd wel een beetje vleugje Hazes in zitten bij hem, hoor. Is dit ook jouw stijl? Ja, ik vind het zeker leuk. Maar... ik vind ook wel echt het volks in muziek. Dit is wel zoals Julio Iglesias en zo. Dat is wel wat meer. Ja, het is wel oud ja, natuurlijk. Maar wel met power. Ja, het is wat meer poppy-achtig. En ik vind het wel leuk. En ik krijg er echt superveel positieve reacties op. Maar ik vind het ook hartstikke leuk om lekker. Ik ben niet lui, maar te snel moeten zingen of zo. Dat vind ik ook mooi, hè. Als je mocht kiezen, Nederlands of Engels zingen? Ja, Nederlands. Ja, absoluut. Thuis zing ik wel veel met Engelse muziek mee ook. Ik luister echt naar alles hoor, van Fats Domino tot dan Elvis, Michael Bublé. Daar hadden we het net over voordat we begonnen met dit interview, dat je dan vaak wel eens in de auto zat te zingen als je met je ouders weg was. Ja, ja. Of op je kamer. Ja, ja. Absoluut. Met wie zou jij ooit een duetje op willen nemen? Poh. Heb je daar een droompje in? Of zeg je van nou, die persoon die zou ik wel eens een keer echt naast me willen hebben staan? Ja, Peter Beense vind ik altijd echt een topartiest. Ja. En ja, als de oude Hazes nog had geleefd, dan had ik het met hem ook wel willen doen natuurlijk. Ja, wie niet hè? Ja, daarom. Maar Peter Beense vind ik ook altijd een, ja, er staat echt een man op het podium. Echt, hij heeft charisma. Ja, ik heb hem één keer ontmoet en dat was toen met de Buma. Eigenlijk twee keer. Maar als je de tijd ook heeft, ja, dan zegt hij van, oh kom maar. En dan maak wel even een fotootje, even een klein babbeltje. Ja. En dan naar de hond, als je hem weer tegenkomt, ha Peter, hé, hey, ja, ik heb jou gezien daar en daar. Nou, dat zijn nou momenten dat ik dan leuk vind dat een artiest toch nog iemand kan onthouden, ook al komen zoveel absoluut mensen tegen. Ja. En vooral hij, want die doet nog zelf optredens, hè? Ja, maar ja. Het is ook niet anders, want ja, hij heeft ook een geweldige stem, hij heeft geweldige nummers. Alleen ik vind het zo jammer dat er zo weinig programma's zijn waar dat jullie op uitgezonden worden. Ja, maar ja, daar zijn jullie weer voor natuurlijk. Ja, jullie springen gaat in de markt, hè? We doen ons best en wij vinden ook van, ja, wij doen dit. En ja, wij vinden ook, de promotie voor de artiest is natuurlijk ook heel fijn. Maar wij vinden ook van de mensen die naar jullie kijken, die willen ook wel eens wel maar meer dingen weten. Ja. Dus wij vragen dan meestal, ja bijna, hè Charles, het hem van het lijf. Ja, dat moet ook. Maar ik zou met Peter dan wel echt een feestnummer willen doen. Maar met John de Bever zou ik wel een levenslied willen doen. Want ja, dat vind ik, voor John een heel, ja, met die... echte levensliedjes, daar heeft hij een heel album mee van Mijn Gebroken Hart Zegt Jou Nu Vaarwel en zo. Mm-hmm. Ja, dat vind ik echt prachtig, hè? Ja. Oh, maar dan zie ik nog wel in de toekomst iets gebeuren. Ja, je weet het nooit, hè? John de Bever. Ja, als je kijkt. Eventjes contact opnemen met Nigel Fischer. Ja, we hebben een huis ook, toen ze nog in Den Bosch woonden, hebben we, ja, een hele huis verbouwd.
Ja. Jij komt wel heel vaak in de mos. Ja, absoluut. Ik, ook als ik niet moet zingen hoor, dan gaan we even naar het stokpaardje en zo. En, ja. Oh, dus weet je het allemaal goed te vinden? Ja, ik ken mijn plekjes wel hè. Oké, okay, nou dan zorg ik de volgende keer dat de koffie bij mij klaar staat. Nou, hartstikke goed. Hé, hey, maar voordat je de clip aan gaat kondigen, waar kunnen mensen jou vinden? Ze kunnen mij op Facebook vinden, op Instagram, maar daar doe ik niet zo heel veel mee met... Instagram niet? Nee, nee. Ja, ik vind het allemaal zo'n gedoe die... om dat aan me bij te houden, maar ja, ik ben ook niet zo dat ik als ik ergens ben dat ik het erop zet of zo. Ik denk ja. Ja, je gaat een keer live en dat is voldoende. Nou, ook niet eens zo. Ook niet ja, eens. Als ik in de carnaval ben, dan wil ik nou wel eens live gaan, maar. Ja, maar dan denk ik dat er al een paar pintjes daarbinnen ja, zijn. Ja, nou, nou, dat zeker. Maar ja, voor de rest, als ze me daar toevoegen, als ik moet optreden ergens, dan zet ik het er altijd op. En, als er weer wat nieuws uitkomt, dan staat het er ook op, hoor. Nou, dat vind ik heel mooi. Nou, ik wil Dennis Kranen sowieso even bedanken voor dat hij Nigel Fischer heeft kunnen regelen voor ons. En ik zou zeggen, kondig je clip aan. Nou, gaan we doen. Hartstikke bedankt ook voor de tijd natuurlijk, graag jullie. Gedaan. En ik zou zeggen, geniet van mijn nieuwe single. Ik kan nu niet meer van je dromen. En volgende week zijn we er weer, maar dan niet met een artiest. Maar dan hebben we twee dansers van de dansmarathon. Dus ik zou zeggen... Kijk tot volgende week. Doei! De liefde voor jou wordt steeds minder. De vonken van toen zijn nu niet meer. En als ik nog even met je wil praten, vlucht je weg steeds keer op keer. Als dit zo doorgaat is het over. Nee, dit wil geen enkele maan. Dan moeten we afscheid nemen en scheiden onze wegen en trek ik mijn eigen plan. Ik kan nu niet meer van je dromen. Het is nu beter dat je gaat. Wij zullen nooit meer samenkomen. Daarvoor is het nu te laat. Ik heb lange nachten zitten wachten. Steeds weer zonder resultaat. Voor mijn deur staat, blijft die voor jou gesloten. En is het beter dat je gaat. Ik heb nog heel lang zitten hopen dat het weer worden zou als toen. En dat we dan net zoals vroeger de leuke dingen samen kunnen doen. Maar helaas moet ik nu inzien dat het niet meer gebeuren gaat. Het is jammer dat het zo moet lopen, maar het is niet terug te draaien. Daarvoor is het nu te laat. Ik kan nu niet meer van je dromen. Het is nu beter dat je gaat. Wij zullen nooit meer samenkomen. Daarvoor is het nu te laat. Ik heb lange nachten zitten wachten. Steeds weer zonder resultaat. En als je straks weer voor mijn deur staat, blijft die voor jou gesloten en is het beter dat je gaat. La 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 la. Ik heb lange nachten zitten wachten. Zonder resultaat. En als je straks weer voor mijn deur staat, blijft die voor jou gesloten. En is het beter dat je gaat.
En als je straks weer voor mijn deur staat, blijft die voor jou gesloten. En is het beter dat je gaat.